We hebben topoverleg. Top secret. Waar is Timo? Timo! Top secret overleg! Sst, het moet wel geheim blijven. Oh, het moet geheim blijven, dus tegen niemand zeggen. Ja, kijk jij nou maar eens even met je professorsblik naar deze grafiekjes. Nou, op deze grafiek kun je zien hoeveel kinderen er kijken naar het klokhuis en hoeveel naar het jeugdjournaal. Sorry, baas. Sst, dit is een geheime bijeenkomst. Oh, Leonor! Een geheime bijeenkomst! Ja, kom, kom, kom. Kijk nou eens naar deze kijkcijfers. Wat klopt hier niet, Timo? Een geheime bijeenkomst. Wat heb jij nou weer bij je? Oh ja, dit is mijn neefje, Sander. Mijn zus moest werken en de crèche was dicht, dus ik pas even op. Moet dat echt? Ik neem mijn oma toch ook niet mee naar mijn werk? Nee, maar jouw oma kan waarschijnlijk prima voor zichzelf zorgen. Nee hoor, die moet ook de hele tijd een schone luier. Wat wilde je nou vertellen, baas? Nou, er kijken dus meer kinderen naar het jeugdjournaal dan naar het klokhuis. Waarom? Precies, dat weet niemand. Want het klokhuis is veel toffer, doper, lauwer. Enfin, hier bij de televisie is het altijd van hoera voor het jeugdjournaal. Wie wint de 100ste gouden stuiver? Het jeugdjournaal. Waar is de minister-president? In het jeugdjournaal. Ik kijk nooit naar het jeugdjournaal. Oh, bang dat je er wat van leert? Ik ben het zat om stiekem uitgelachen te worden in de kantine. Nou wil ik eens een keer de beste zijn. Hier. Oude opnames van het jeugdjournaal. Bekijk ze goed. En zeg mij, wat is hun geheim? Wat zie jij nou weer te kijken? Nou, misschien vindt de baas van het jeugdjournaal kinderen wel leuk. Nou, ik vind ze alleen maar leuk als ze naar het klokhuis kijken. Kijk jij naar het klokhuis? Ja. Ja? Ik ga er helemaal niks van. Ik heb voor het eerst van mijn leven het jeugdjournaal gezien. Jongens, het gaat helemaal niet goed met de wereld. Over een oorlog, smeltende Polen. In Afrika zijn ze te dun, in Amerika zijn ze te dik. En als er geen droogte is, is er een overstroming. Als je een krant zou lezen, was je eraan gewend. Een krant? Dat is toch om muggen mee dood te slaan? Ben je nooit eerder geïnteresseerd geweest naar wat er in de rest van de wereld gebeurt? De rest van de wereld? De rest van de wereld was van mij Suriname. Jorrit en Mar. Wat een ellende. Zo, lekkere denktankertjes van me. Ik heb zojuist een geweldige slag geslagen in onze strijd tegen het jeugdjournaal. Maar eerst jullie ideeën. Leonor. Nou ja, de kracht van het jeugdjournaal zit in dat ze de dingen van vandaag behandelen. Bingo. Dingetjes van vandaag. Ga door. Het zijn altijd de belangrijke dingetjes van vandaag. Briljant. Gaan wij ook doen. Geen onbelangrijke oude koeien meer. Geen afleveringen meer over Rembrandt of theezakjes door de eeuwen heen. Maak een filmpje over een belangrijk ding van vandaag. Oké, dat is overmorgen klaar. Yes! Wacht eens even. Overmorgen is dat een dingetje van eergisteren. Ja, we zijn nou helemaal niet zo snel als het jeugdjournaal. Wat had jij dan bedacht? Bedacht? Weggekaapt zal je bedoelen. Kom maar tevoorschijn, Ilonka. Hallo? Hallo, mensen van het klokhuis. Hé, hey, jij bent Ilonka van het jeugdjournaal. Maar niet lang meer. Binnenkort is zij Ilonka van het klokhuis. We moeten het nog wel hebben over wat ik ga verdienen. Ja, wat zitten jullie nou te kijken? Dat gaat in het topvoetbal toch ook zo? Iedereen is te koop. Alles draait om geld en macht. Wat een vreselijke wereld is dit. Jij kan haar een beetje mooie kleuren. Een kleine bijdrage voor UNICEF, Jantje Beton, de Zeehondencrash en Amnesty International. Oh, gelukkig, Timo. Je kan weer lachen. Ja, het is een grote puinhoop in de wereld, maar ik blijf niet toekijken. Ik ga er wat aan doen. Door te collecteren voor alles tegelijk? Ja, en daarna ga ik een waterput graven in Botswana. Ik word clinic clown in een kinderziekenhuis en ik ga met Greenpeace mee op zo'n bootje. Nou, dan vergeet je nog het Midden-Oosten-conflict, kinderarbeid in India... Kappen van het regenwoud. Nee, niet zeggen. Ik wil het niet horen. Ik wil gewoon die vrolijke Timo worden van vroeger. Ik was vroeger ook altijd nachtenlang te pieken na het zien van het jeugdjournaal. Ziektes, aardbevingen. Hé, jongens, hou op. Jullie somberheid is besmettelijk. Hey Ben, we zijn zo verdrietig van al het wereldleed. Ja, gelukkig is Timo jullie al aan het opvrolijken. Hey, jongens, die Ilonka, die is een beetje duur. Als wij nou de helft van ons salaris inleveren. De helft van ons salaris? Ah, wacht nou eens even, ouwe vrek. De helft van jouw salaris, dat is bijna niks. Weet je hoeveel dat voor mij is? Maar als Ilonka het klokhuis komt presenteren... en we doen alleen maar onderwerpen van vandaag... dan zijn we toch hetzelfde als het jeugdjournaal?
Er zit toch niemand op te wachten? Holy moly, wat heb ik toch een ingewikkelde baan. Altijd maar weer iets nieuws verzinnen. Hé, hey, Sander. Hé, hey, kun jij oma Timo laten lachen? Huh? Dat ik weer zin krijg in stappen en spelen en meisjes en roze koeken. Hé, hey, wacht eens even. Leonor, geef mij het telefoonnummer van het kinderdagverblijf van jouw neefje. En toen kwam er een meneer in dat hele warme land. En die was boos op de regering. En een regering, dat zijn allemaal mensen die samen de baas zijn. En toen maakte die boze meneer een bom. En toen boem! Ja, doorgaan. Doorgaan. Ja, ik heb niet het idee dat het zin heeft. Jawel. Ze kijken wel heel dom, maar ze slaan het allemaal op, hoor. Baas. Ik kom mijn ontslag aanbieden. Ik ga wonen in een hutje op de hei. Zonder kranten, zonder nieuws. Wat is dit? Ja, lach maar. Maar dit heeft dus nog nooit iemand bedacht, hè? Jongens. Ben, dit kan je die hummeltjes niet aandoen. Het eerste nieuwsbulletin voor peuters. Dat is een mooi onderwerp voor het jeugdjournaal. Ik ga ze meteen even bellen. Ja, dan kom ik op het jeugdjournaal. Cool. Heb je ook een keer hoge kijkcijfers?